Smeer je in, smeer je in. Dat zouden we toch niet meer doen? Dagelijks HD. Ja, zijn we er klaar voor, mensen? Zitten de haartjes een beetje goed? Ja, zijn de baardjes er lekker afgeschoren? Iedere lul kan ze scheren. Ja, jij niet. Mensen, kinderen, wat heb ik nog een turbulente week gehad door jullie, zeg. Ten eerste moest naar aanleiding van de vorige aflevering het Nederlandse Wikipedia-team overuren maken om de pagina van Narsing een beetje fatsoenlijk te houden. Ik bedoel van... Ik ben Lucharo Babyoli. Narsing. Volledige naam, smeer je in. En ook de fantastische quote op je Wikipedia mag niet ontbreken. Stap ik de douche in. Kijk ik of ik, of er haar is vergroeid. Na Gregory van der Wiel ging ook Pietro Willems meedoen. En dat kon ook niet lang uitblijven totdat ik geblokt werd op Instagram door Luciano Narsing. En dit is al de tweede voetballer die me blokte, hè. In aflevering 10 of zo had Zeven uit me geblokt. Maar die was nog agressief terug ook en zo van ik geef jou koeken. Wat, die heeft iets tegen je? Waarop Zeven reageert? Binnenkort heb ik iets tegen hem. Ed, je mattie, ga vooral zo door. Waarop ik nog aardig probeer te zijn door te reageren met ik heb op geen enkele manier iets tegen je. Laat dat duidelijk zijn. Maar Zeven is niet meer te stoppen. Hij blijft doorgaan. Geen probleem, zeg alleen zo doorgaan, Edje Mattie. Oh my god, is dit een doodsbedreiging? Ik denk het... Wow, flashback. Dus je verwacht dat Narsing echt een stronthekel aan me heeft nu. En Diemer de Vries vraagt ook dan van... Yo, vind je dat babyolie gedoe niet irritant, Narsing? Zegt Narsing terug... Nee, ik vind het wel leuk, team babyolie. Oké. Maar waarom blok je me dan? Je hebt er wel veel Instagram volgers bij, hoor, Narsing. Altijd lekker. Wil je me alsjeblieft unblokken dan nu? Nee, helaas. Maar oh ja, deze serie heet FIFA Fridays en niet Drama Alert NL Twitter. Ik heb 19.998 coins. En ik had een speler in mijn hoofd die kostte 20.000. Dus ik kan hem niet kopen. Maar nu wel. Dus we kopen hem. Superluut. Even serieus, die stats zijn echt goed hoor. Ja. Wat vind jij dan van dat ze gewoon op Narsing's Wikipedia dingen gaan zetten dan? Ik vond het ook een goed grapje, moet ik zeggen. Dit was ons team. Maar we veranderen het naar dit. En oh ja, dames en heren. 1 wedstrijd over. Deze moet gewonnen worden. Om met divisie 1 te blijven. Doen we dat niet? Ja. Dan moet je maar op Damme gaan. Dan had ik maar op Damme moeten gaan, ja. Dat smeer je ingedoe is eigenlijk na een tijdje best irritant. Nou, het was na 1 seconde al fucking irritant. Smeer je! Donderstralen en top, man. Dit is dan de tegenstander. Al die Polen die moeten heel snel gaan schilderen. Ik vond ook een goed grapje, moet ik zeggen. En het laatste wat we willen in zo'n belangrijke wedstrijd is vroeg achterkomen. Ik zeg nog. Maar we komen ook weer snel op gelijke hoogte. Kom op, daar gaat die Memphis Depay. Versnellen. Afleggen. En prikken. Bruh. En hier redt Krul de bal. Ten oude nood. Duel. Zo, die gast was glad, jongen. Donderstralen en top, man. Het publiek wordt helemaal wild op niks. Glij uit over baby olie. Smeer in blik. Smeer inzameling. Smeer in... Donderstralen en top, man. Kijk, dit schot van Klaas is eigenlijk helemaal niet geweldig. Maar wat wel geinig is dat hij gewoon een speler omver komt. Waar slaat dit nou op? Wat wel leuk is trouwens dit afstandsschot te snijden. Die in de kruising vliegt. Frank! Ja, had gevlogen. Nee, nee. Aubameyang is door. Nee, nee, nee. Bruh. Hij paast hem op de keeper. Dit doet me echt ziek veel denken aan zo'n filmpje wat pas op internet voorbij kwam. Ze scoren. En die tegenstander scoren een beetje triest terug. Dus zij willen gratis goal weggeven. Inmiddels de 65e minuut. We moeten nog scoren. Zet er eens wat vaart achter. Banda Luc, kom op. Laat ze wat zien, Luc. Wat een waanzinnig schot. Dit zou wel eens de winnende kunnen zijn. We weten te overleven tot de 90e minuut. Gaat dit fout? Bouwtje op Schweinsteiger. Goeie redding. Dit kan niet meer misgaan. Of toch? Afgeslagen corner. Wat is dit? Geen schietkans. Krul red. Blijven we in divisie 1 of niet? Blijven we in divisie 1? Ja. Alleen zonder Luc. Die wordt door midden gebeukt. Maar ja. Dan moet je maar op Damme gaan. Hé, Mattie wordt de nieuwe zanger van het Smeer je in lied. Smeer je in. Smeer je in. Even uit met die onzin. Nou oké, ik zal het nooit meer doen hoor. Meneer Kibbeling moet een comeback krijgen. Wie is meneer Kibbeling? Kibbeling. Oh, die. Maar het is eigenlijk leuk als iemand anders het woordje eens een keer kan zeggen. Dus, Lucianootje? Kibbeling. 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 Heb je? Ja, dat heb je. Ook aardappelschijfjes, spinazie met schnitzel. Schnitzel. Schnitzel.
Oh, nu zijn we niet meer moe. Ik heb weer eens een keer zin in een andere opstelling. 3, 2, 1. Boom. Ik ga er met dit team alles aan doen om het tot een succes te maken. Juist, meneer Mantje. Het wordt alleen wel lastig, want het slaat nergens op dit team. Maar het wordt gewoon voorzetten. Nou, laten we hopen dat we tegen een makkelijke... tegen... Al die Polen die moeten heel snel gaan schilderen. Ja, Bruno. Goed ingesmeerd, man. Je koppie is lekker aan het. Shine. Super Lucky gaat weer rennen. Müller. Wat doe je? Sneijder is goed, mensen. Ook zijn vrije trappen. Lijkt heel makkelijk en dichtbij. Maar je moet het maar even doen, hoor. Wat een waanzinnig schot. Even later. Als hij dan aan het dribbelen is, dan vraag ik me af waarom dit nou weer een penalty is. Maar het is Thomas Müller en je weet dat hij links gaat schieten. Dus duik daarheen. Bruh. Donderstraal. Nou ja, die voorzitter werkt tot nu toe nog niet echt. Laat ik Bas Dost een keer de diepte insturen. Nou, dat werkt ook niet. Ik vraag me af waarom zelfs Bas Dost hier aan de zijkant er voorbij kan rennen. Nog één voorbij. Naar binnen en deze kun je scoren. Bruh. En daar is hij weer, hoor. Smeer je in. Smeer je in. Dat zouden we toch niet meer doen? Niet als ik aan het woord ben, hè? Sorry. En als we dan in de 80ste minuut met 2 tegen 1 op zijn doel afrennen met 2 lange, slome, dikke spitsen, dan weet je dat ik dat niet uit ga spelen. Grapje. Prank. Prank. Wat een waanzinnig schot. En dan zitten we dan in de 90ste minuut. Slamix. Lekker slamixie. Echt heel lekker. We winnen de eerste pot uit deze divisie. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet natuurlijk niet, mensen. Smeer je in. Dat zouden we toch niet meer doen? Een blauw duimpje is. Altijd lekker. En ik hoop dat Nassing in de aflevering van de volgende week kan zeggen. Jongens, ik heb deze hele week niks van Baby Yoli comments gezien. En... ja, was ook wel lekker voor de eerste keer. Ja. Doei. Ga elke week naar de kapper. Oké. Ja, ik eigenlijk maar één keer in de maand of zo. En je smeert je ook niet in of zo? Nee, dat klopt. Ik smeer me ook niet in. Is helemaal niet leuk. Is helemaal niet leuk.